Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal Wolf. Ik ben Tom natuurlijk en vandaag ga ik praten over de Nederlandse YouTube community. En ja, ik ga dus hebben over dat kleine YouTubers heel erg slecht groeien. Komt dus omdat ze gewoon lastig te vinden zijn. Als ik zelf naar mijn kanaal zoek, vind je mijn kanaal niet makkelijk, staat hij niet bovenaan. Maar staan andere kanalen met ongeveer dezelfde naam. Met meer abonnees natuurlijk bovenaan, dat snap ik op zich wel. Maar die hebben bijvoorbeeld een hele andere naam dan alleen Wolf. Dus dat is een beetje slecht voor YouTube, vind ik. Maar kleine YouTubers groeien daardoor dus slechter. Hun kanalen zijn lastig te vinden, kunnen dan nieuwe mensen die op YouTube komen, kunnen hun kanaal niet vinden en daardoor groeien ze slechter. Maar kleine YouTubers maken soms ook gewoon hele goede video's. Uploaden gewoon 3 of 4 keer in de week gewoon HD video's, leuke video's om naar te kijken, alleen worden niet gevonden. En ja, dat is gewoon heel erg lastig als YouTuber. Ik zelf groei natuurlijk ook niet zo heel snel met Wolf, dat kunnen jullie allemaal zien. Ik heb net 100 abonnees gehaald, echt super blij mee natuurlijk nog. Maar 90% op YouTube van alle kanalen die echt video's uploaden hebben geen 100 abonnees gehaald. Dus dan als je die 100 abonnees haalt, het is heel lastig om de eerste 100 te halen, de eerste 100 abonnees. En als je die haalt, hoor je gewoon bij die 10%. Dus dat is op zich wel best wel gaaf. Maar hoe kun je nou dus sneller groeien? Ik heb hier een aantal tips voor jullie natuurlijk die ik zelf ook gebruik en gebruikt heb natuurlijk. Als eerste heb ik als tip: maak goede thumbnails. Maak thumbnails die mensen aanspreken. Maak thumbnails waar je zelf op klikt bijvoorbeeld. Kijk, als je bijvoorbeeld naar Jurassic kijkt. Dan kun je eventjes zo'n thumbnail misschien een beetje namaken. En dan een beetje je eigen twist eraan geven. Tip 2. Maak kwaliteit video's. Zorg dat je bijvoorbeeld een goede microfoon hebt. Ik zelf heb de Samsung Meteor. Is een prima microfoon. Als beginnende YouTuber voor 60 euro of zoiets. 70, iets in die richting. Maar zorg dan ook dat je opnameapparatuur hebt. Zoals bijvoorbeeld als je op Xbox, PlayStation of een andere console speelt, zorg dat je een capture card hebt of dat je het in ieder geval op een andere manier mooi kan opnemen. Of als je gewoon op de PC doet, zorg dan dat je bijvoorbeeld OBS of zoiets downloadt. Het is helemaal gratis, kun je gewoon makkelijk gebruiken. Oké, tip 4 is: zorg dat je gaat samenwerken met grote YouTubers. Ik weet het, het is heel lastig om met wat grotere YouTubers te gaan samenwerken. Want je moet mensen vinden, bijvoorbeeld zoals ik, die ook een Xbox 360 hebben, misschien Black Ops 3 hebben of GTA. Het is lastig om mensen te vinden, maar daar moet je gewoon voor gaan zoeken. En tip 4, de laatste tip is: zorg voor een goede kanaaltrailer en een goede beschrijving. Als je kijkt naar mijn kanaal, zie je mijn banner, zie je gelijk een video als je nog niet geabonneerd bent. Dan kun je zien wat ik doe, in wat voor dingen ik speel en op wat ik speel en alles. Dat zou ik gewoon echt aanraden. Zorg dat je goede channel art hebt, zoals banner en zo, profielfoto, avatar heet dat. Zorg gewoon dat je dat hebt. En dan kom je sneller bij je abonnees. Mensen, vond je deze video nou leuk? Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter als je het nuttig vond of als je misschien nog andere tips hebt. En hopelijk zie ik jullie bij een nieuwe video. Later.